We zijn vandaag in een prachtige vallei wat in de Dolomieten ligt. We zijn vandaag in Valkenheden en Kreuden. De dorpen Ortisai, Santa Cristina en Selva vol met skigebied Valkardenen. En dit is zo'n 1000 kilometer rijden vanaf Utrecht. De Saslong-afdaling is een afdaling die je echt een keer moet skiën. Het is niet alleen een prachtige dalafdaling naar Santa Cristina, het is ook nog eens een wildcup-afdaling. Zoek je liever uitdaging in het maken van een lange afdaling, dan moet je op de La Longia zijn. Dit is de langste afdaling van Italië, 10,5 kilometer lang. Dan kom je uit in Ortisai. De Italianen vinden het heerlijk om tijdens hun dag skiën even te stoppen, wat kleins te eten en wat te drinken. En niet zoals wij gewend zijn met een biertje, maar met iets luxe. En bij de Sofia Hütte doen ze dat met hun eigen gin. Ben je nou niet van de luxe drankjes, maar drink je liever een biertje, dan kan je naar de Bijte Saslong Hütte. En daar hebben ze echt Valkardenen bier en het is heerlijk. Een van de highlights in Valkardenen, dat is toch wel dat je hier kunt starten met het skiën van de Sella-ronde. En dat betekent dat je om het Sella-massief heen skiet en die zie je hier achter mij. En je bepaalt zelf of dat je hem links of rechts om skiet. In dit gebied om te lunchen is echt geen probleem, want er zijn zoveel leuke hutten. En wij zitten bij de Kommetje Hut en dit is een visrestaurant. En ik zeg altijd, eet geen vis in de bergen. Maar hier is dat echt een heel ander verhaal, want hier komt de verse vis elke dag binnen vanuit Venetië. Het skigebied telt 115 kilometer aan pistes. Maar omdat Valkardenen onderdeel is van Dolomiet Subski, kan je 1214 kilometer skiën met één skipas. Ik sta hier bij de Dantere Tjopjes Hut en het is een fantastisch hut met prachtig uitzicht. En er zijn dagen in de week bij dat je heel vroeg met de lift naar boven kan gaan om te genieten van een heerlijk ontbijt met prachtige zonsopkomst. En daarna kan je als allereerste over de piste naar beneden. De kans is groot dat als je hier gaat skiën dat je kan genieten van de zon. Want ze hebben namelijk 300 zondagen in een jaar. En tijdens die zondagen blijven de pistes gelukkig goed. Want ze zijn namelijk erg goed in het produceren van technische sneeuw en het prepareren ervan. Dit skigebied heeft echt alles om je wintersport perfect te maken. Ze hebben heerlijke hutten waar je fantastisch kunt eten en hele lange en uitdagende skiroutes. En prachtige uitzichten die je nergens anders gaat vinden. Ik ben echt verliefd op Valkardenen.